Ik kan nou echt zo gelukkig van worden. Gewoon een goed glas limonade. Om de traditie er maar gewoon eventjes in te houden, kom ik weer eventjes mijn excuses aanbieden voor een aantal dingen. Sorry als het hier achter een pleurisooi is. Ik heb letterlijk mijn voet op de pleurisooi gezet en het opzij uit beeld geschoven. Dus ik hoef gelijk mijn vloer niet meer te wijzen, dat scheelt. Als je ergens nog kleren ziet liggen of een cavia of zo, let er gewoon maar niet op. Daarbij ook even sorry voor alle chaos op dit kanaal. Ik heb heel weinig mijn gezicht op deze manier laten zien. Ik heb het heel erg druk gehad. Met van schrijven naar swipen ook, maar ook met school. Ik heb nu een vak biologische psychologie. Ik vind het fucking moeilijk. Als het in het Arabisch was gegeven, dan had ik er waarschijnlijk net zoveel van begrepen als dat ik er nu van begrijp. Dus het is voor mij echt even aanpoten, maar ik heb mijn tentamens wel goed gemaakt. Maar ik ben er nu weer gewoon voor jullie hier in deze setting. Ik heb het hartstikke gemist, dus ik zit hier weer. Maar dat is natuurlijk niet waar ik het over wil gaan hebben vandaag. Ik wil het vandaag even hebben over dingen waar meisjes over liegen. Als je aan een meisje vraagt, yo, lieg je wel eens ergens over? Dan zeg je sowieso, oh nee, dat doe ik echt nooit. Ik ben echt goud eerlijk. En dat is dan al de eerste leugen die je dan zeg maar te pakken hebt. Vrouwen kunnen er wat van. En daar wil ik het vandaag gewoon even over hebben. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat de reden dat meisjes liegen komt door de vragen die ze gesteld worden. Het zijn gewoon een aantal vragen die je gewoon niet moet stellen. Neem bijvoorbeeld wanneer iemand vraagt naar je gewicht en vooral als jongens dat doen. Ten eerste, er is ongeveer geen logische reden om daarnaar te vragen. Behalve als je zeg maar denkt dat je chick je handbagage is en je wil weten of ze minder weegt dan 20 kilo omdat ze anders niet mee het vliegtuig in mag. Heb je zeg maar geen logische reden om naar haar gewicht te vragen. Wat precies wil je ermee? Ga je een BMI berekenen of zo? De enige reden die ik kan bedenken om naar iemands gewicht te vragen is als diegene echt morbide obesitas heeft. Maar aan de andere kant maakt ze ook een lul als je aan iemand met morbide obesitas gaat vragen, hoeveel weeg je? Gewoon niet vragen. Nog iets waar vrouwen over kunnen liegen is over aankopen die ze gedaan hebben of over hoe duur kleding was. Als je aan een vrouw vraagt hoe duur iets was, op een toon alsof je die prijs later tegen gaat gebruiken, dan hebben we het gekocht met 50% korting. En als we zeg maar weten dat je ons erover gaat veroordelen omdat onze moeders 3 weken boodschappen kunnen doen voor het geld wat er in die schoenen is uitgegeven, dan hebben we ze gekocht met 75% korting. Nog iets waar vrouwen veel over kunnen liggen is of ze jaloers zijn of niet. Je gaat een vrouw nooit toehoren geven dat ze jaloers is. We zijn niet jaloers op Samantha. We haten Samantha gewoon. Want Samantha is een slet. Want Samantha koopt haar kleding bij winkels met geld wat ze helemaal niet kan betalen. Maar ze heeft natuurlijk rijke ouders. En elke keer als ze naar school komt ziet ze er veel te goed uit. Dat je denkt, bitch, waar doe je de moeite voor? Je bent op school. En ze heeft ook gewoon seks met iedereen. Nou ja, niet met iedereen. Want ze heeft eigenlijk al 3 jaar een vriend. Maar ze ziet eruit alsof ze seks heeft met iedereen. Daarbij, jongens, vinden Samantha alleen maar leuk om hoe ze eruit ziet. En ik wil gewoon iemand die me wil om hoe ik ben van binnen. En die jongen die ik leuk vind, zei laatst dat ze er goed uitzag. Dus het is gewoon een slet. Maar ik ben niet jaloers op Samantha. Fuck Samantha. Een ander ding waar meisjes over liggen is als je ze vraagt, ben je boos? Vaak staan vrouwen dan op het punt om je in je gezicht te steken, maar ze zijn niet boos. Het ding is dat ze natuurlijk wel boos zijn, maar jou gewoon niet het gevoel willen geven dat je belangrijk genoeg bent om boos over te zijn. Dus ze zijn niet boos op jou, je moet gewoon opdonderen. Nog iets waar meisjes over kunnen liggen is leeftijd. Als ze onder de 18 zijn, dit is een beetje gebaseerd op mijn eigen levensverhaal. Ik was altijd te jong voor alles. Als je dan heel jong bent, ja, en je ontmoet iemand van in de 20, dan zit je, ja, oké, wat is tactisch? De strategie die wij op vakantie altijd hanteerden was, zeg maar, diegene's leeftijd -2. Het was altijd zo van, oh, je bent 20. Nou ja, we zijn 20 -2, dus we zijn 18. Nog iets waar vrouwen over kunnen liegen, of nou ja, niet echt liegen, is als we zeggen, we zijn klaar met 5 minuten. Het is niet per se een leugen, maar het is meer gewoon dat we onszelf heel positief inschatten. Het probleem ligt ook echt niet bij ons. Het probleem ligt bij de badkamer. Zodra je de badkamer ingaat, gaat de tijd echt ineens tien zo snel. 5 minuten is ineens een uur. Wat mensen ook vaak gewoon niet doorhebben is de techniek en de precisie en de moeite die erachter zit om een goede eyeliner te zetten. 2 goede eyeliners! Mensen hebben er echt te weinig respect voor. Het is hetzelfde als dat je nu naar Rembrandt toe zou gaan en zeggen, yo, kan je even de nacht wachten voor opnieuw schilderen? Dat is het ook met eyeliner. Je kan één hele mooie eyeliner gemaakt hebben, dan moet je ineens nog die ander doen. En voordat je dat dan een beetje voor elkaar gefabriceerd hebt, ben je niet 5 minuten, maar gewoon 1 uur verder. Nou jongens, het was het alweer. Ik ga er weer even een einde aan breien. Super mooi weer. Daarom wil ik jullie ook even bedanken voor het kijken van deze video. Met dit weer, als de zon schijnt, voelen YouTubers zich vaak een beetje zo'n opzij gezette vriendin die geen aandacht meer krijgt. Omdat, ja, we leven praktisch in je beeldscherm en jij niet als het dit weer is. Dus vandaar dat het allemaal een beetje aan ons lot over zijn gelaten als de zon schijnt. Maar ik vind het alleen maar prima. Ik ben de afgelopen een paar dagen alleen maar buiten geweest en ik word er zo gelukkig van. Dus nou, dan weten jullie dat ook weer. Laat me even weten in de reacties wat is nog iets waar vrouwen over kunnen liegen. Ik ben erg benieuwd en ik zie jullie natuurlijk weer volgende keer. Adieu!